Vrijdag 6 juli nam juf Anne van Beek afscheid van de Reobotschool. De basisschool waar ze zelf ook op heeft gezeten en waar ze 37 jaar werkte. Collega's, ouders en kinderen hadden een mooie ochtend voor haar georganiseerd. Op deze ook voor de kinderen laatste schooldag voor de vakantie werd ze thuis opgehaald met een mooie oude auto. Bij de school aan de Schoolstraat in Nieuwkerk aan de IJssel aangekomen stonden alle kinderen buiten op haar te wachten. De kinderen van de groep van juf Anne, groep 4, maakten een ereboog voor haar met witte rozen. En in de klas stond alles klaar om er een mooi afscheidsfeest van te maken. De tafels waren aan de kant geschoven en de stoelen stonden in een kring. Juf Anne kreeg mooie cadeaus, zoals onderzetters met foto's van de kinderen en vergeet me niet, zaadjes. De kinderen zongen nog eens het speciaal voor de juf Anne geschreven afscheidslied. De bij collega's, ouders en kinderen zeer geliefde juf Anne werd op handen gedragen en geroemd om haar vrolijke en positieve instelling. Zo bleek wel uit de vele reacties. Ze heeft veel aandacht voor de kinderen, zo vertelde haar moeder. Hier en daar werd een traantje weggepinkt. De door de ouders en kinderen verzorgde high tea met lekkere hapjes zoals mini tompoezen zorgde voor een smakelijke afronding van het afscheidsfeest. Na de zomer gaat juf Anne aan de slag in groep 6 van de Nieuwekerkse Elimschool. Op deze basisschool hoopt ze nog 7 jaar met plezier voor de klas te staan.